Hallo Black Legion en welkom bij een nieuwe part van Call of Duty Black Ops. We zijn bijna op de helft. We zitten er volgens mij één missie voor en dan zijn we op de helft bezig. Dus ja, het schiet wel aardig op. Maar zoals gezegd is het ook een hele korte singleplayer, dus dat is te verwachten. We moeten hier C4 planten. Ik krijg precies zo'n mooi plekje daar en dan doen we kaboom! Dankjewel, Resnov. Heel lief van jou. En daar is dan die hele EE-gun, dus footsie. De tank is footsie, dan moeten we hier gaan defenden. The wounded first. UE gunship. Retweet Texas. Zie je dat? Retweet Texas. Looks like we gotta wait. Everyone load up. I want this facility secure. Mason, set up charges around the perimeter. Oh ja, dat moeten we eerst doen. Waar zijn die charges ook weer? Die liggen hier. Zeggen we, lagen die ook weer. Pick up claymores. We moeten claymores plaatsen op plekken, zodat we een beetje gedefend zijn. Nou, vanavond bij auto's en godzooi. We hebben niet heel veel tijd om ze op te zetten trouwens. De meeste die komen er al heel snel aangerend. Zie je, objectives complete, objectives updated. Daar waren onze claymores. Dan hebben we er nog 5. Als gezegd, dat gaat snel. Kijk, de eerste claymore die ging al wel af, maar... Ah, kijk, er zijn zo belachelijk veel lightjes, joh. Niet te zuinig. En zijn er nog steeds wel claymores. Het zijn van mij... nog niet eens de laatste ook nog. We hebben zoveel claymores. Ah, we hebben er niet echt wat... En nog meer op het moment. Nee, dupli is iets. Nice. Die blies er best veel op, dus dat is mooi. We gaan hier gewoon even wat claymores in plaatsen. En dat, die werkte goed, zo te zien. Hey, ga jij niet dood? Kom eens hier, vriend. Kom. Hey, jij bent Private Brown. Vandaar dat ik niet afging. Oh my god, we zitten achter de goede laai aan te vangen. Dat heeft geen nut. Oké, okay, daar waren de claymores weer. They're regrouping. Oké, okay, Resnov. En nog 5. Nee, dat was logisch. Iedereen wil hier weg. Het is ook een kutplek om te zijn. Oké, okay, we zijn van alle claymores af. Oké. You will die in hours. Uh oh, tank ya. Hallo, tank ya. Ik denk niet dat het echt slim is om hier te blijven trouwens met een tankje hier. Hi. Aangenaam meneer. Maakt u het. Mooi. Air support. Thank you. Hallo. Jij hebt een lampje op je, thank you. Oké, daar gaat tankje dan. Ik wil zien hoe tankje doodgaat. Get to the boat. Ik wil eens tankje kapot zien. Oh nee, dat gaat nog niet kapot. Dat gaat zo meteen kapot. Rennen. Run to the boat. Oké, zijn we dan. Bam. Dragovich. Everything you got. Daar gaat Woods. Dikke explosie erachter. Epische beelden. Result of their own found ally. Ja, inderdaad, de Russen. En we horen weer nummers. 13. Ze roept het ik allemaal zo mooi om. Altijd is geluid in de video zachter, is raar, jongen. Dragovich, Kravchenko, Steiner. You know the masterminds of Project Nova. Nova 6. Resnov called it Nova 6. Yep. Nova 6 is wat de crawlers heeft gemaakt in zombies. Dat zijn de Nova 6 crawlers. Dat is dus eigenlijk van de singleplayer af. Dat is dat gas. En dat zorgt ervoor dat je doodgaat.
Alleen dan wel een hele bende gas dat je doodgaat, zeg maar. Hudson. Daar zijn we dan. In Hongkong aan mijn hoofd. Zie je zo meteen een vliegtuigje overvliegen. Yep. Kowloon City, Hongkong. We zijn nou Hudson. Samen met de Weaver. En we zijn dus deze keer niet mee met Hudson. De FBI dude. You clearly don't know anything about Dragovich. Nope. I have nothing to gain by talking to you. Alright. Break window. Kijk, stukje glas. Wil je niet om nom nom doen op glas? Eet maar. Om nom 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 nom. Lekker glas. Dat doet zeer trouwens. Dan bloed je van binnen. Kom maar. Bring it. Nog meer? Piraat staat bij ons. Dat is piraat met zijn leren jekje aan. I'm already a dead man. I'm already a dead man. I've been hunted across every corner of the globe. In 3, 2, 1. Hallo! Zometeen. Why? Dragovich doesn't like loose ends. Ik was iets te vroeg met het tellen. Er is hier nog iets met een tape. Moet je vinden. En dan unlock je een secret ding en dan krijg je de funding gun. Ik weet niet meer waar die tape ligt. Die ligt hier verder weg volgens mij. En dan moet je volgens in een recorder stoppen. Dat is wat ik me nog herinner. Had ik al die nummers op zijn gezicht. Weaver die wat een beetje... A biochemical weapon. Zie? Aha. We moeten ergens tape pakken. Waar was die tape? Wacht, hier lag die tape volgens mij. Was hier die tape recorder? Dat was de tape recorder. Die tape lag ergens. Dus nou, we rennen hier even heen. We gaan hier dood. Als we hierheen rennen. Kijk, dan gaan we dood. Door het gas. We moeten daar volgens mij gelijk heen rennen. Daar ligt ergens een tape op mijn hoofd. Die moeten we dan daar in de recorder drukken. En dan krijgen we vanzelf... Ah, kut. Daar is het gas nog steeds. Waar was dat fucking ding dan? Er was iets. Dan kreeg je die thundergun. Maar ik weet niet meer exact wat er was. Oh, je moet aankijken voor die dingen. Waar de fuck was die tape nou weer? Ik weet het niet meer. Hier was toch ook iets? Was die tape hier niet? Er was echt iets met de tape hier. Dan moest je erin doen, dan kreeg je die secret room. Maar ik weet het niet meer, dat is al te lang geleden dat ik die secret nog weet. En dan moest je snel zijn in ieder geval, dat weet ik ook nog. Je moest snel zijn en dan krijg je het voor elkaar om dat ding mee te krijgen. Allemaal 5 hier, mooi. Ik weet niet meer wat het me was. Nou, we gaan naar boven. Klim. Ah, fuck. We zweefden. We move gewoon naar achteren. Domme. Oké, nou, we gaan nou gelijk wel... ik weet het niet meer. Ik weet het echt niet meer. Sorry, mijn excuses voor het niet meer weten. Sterf, jongen. Dual pistol, bitches. Oké, we gingen nou zelfs dood door gunfire deze keer. Dat die dual pistols echt hatelijk zijn. Die vind ik ook heel irritant. Het zijn ook bagge dingen. We gaan gewoon gelijk naar boven. Oh, die hatch is nog niet open. Er is hier helemaal niks. En nou pas komt het gas. Domme. Het was helemaal gewoon lucht. Schone lucht. Ik denk, daar kunnen we nog naartoe rennen ook. Maar nee. Nog geen niet. Er was iets met jou. Vuile tape recorder. Oké, kom al. Move it, move it. Did you inhale the gas? Nee. Sowieso niet. Hoe is fatal? Ja, ik heb al aardig wat gas in geslikt. Kom eens hier, jongen. We pakken even de kipades op, want anders hebben we niet wat zelfs. Oh, wow, gezellige meneer. Kipades is nog helemaal niet zo slecht eigenlijk. De spas ook niet. Dus gaan we voor de spas met de kipades. Ja, dat zie ik. Hallo meneer! Enemy down.
En dit is beautiful Hong Kong. Daar hebben we de vliegtuig waar ik het over had. Whee! Je wilt niet zien hoe die verdwijnt. Zie? Bam, hij is opeens weg. Ik wist het. Daar is die game heel slecht in. Die game... Je moet ook geen dingen terugrennen en dergelijke. Dan die game... Die flipt daarmee. Dan is er geen enemy meer of wat dan ook. Dat klopt heel vaak niks van. Gaan we dan. Wee! Doei meneer. Bam, geland. Er was hier iets mee. Hier ergens zit die room namelijk. Ah, ja, hier zit die room. Maar er was nog iets anders. Kipara's dual wield. Zo leuk. Spectre, wat heb je hier? Niks. Kijk, hier moet je die tape in stoppen. En dan kreeg je een extra Thundergun. Ballistic knife is ook wel. Nou, heel veel kogels. Dan kreeg je hier een Thundergun. Dat weet ik nog. Waarom zou ik twee keer Kipara's willen? Pak de G11 wel. Vind ik niet echt een chill ding, man. Beter dan de rest. Echt jammer, joh. Oh, wat de jongens. Niks van me. Wat dood. Staff. Oké. Ik weet niet meer hoe we die tape krijgen. Ik heb de hele tijd F gedrukt op die andere tape gekomen, maar ik kreeg niks. Oh. Grenade. Plof nou eens, jongen. Die G11 is hier best wel chill eigenlijk. En zombies is die niet chill. Computer die scope die erop zit eigenlijk. Oh, dat hielp ook een heel eind. We banjeren mooi door. Dan worden we beschoten ook nog zo meteen. Ah, dan worden we de hele tijd al, maar van de andere kant af bedoel ik eigenlijk. Ja, weer wat minder. Maar hij mag geen civi zitten, ook nog. Ah, dood. Mooi. Hoppa! Oké, we zijn op het andere dak. Fucking vuile licht elke keer flitsen. Oftewel onweer. Het is gewoon de hele tijd wit eigenlijk. Waar ik helemaal gek van trouwens. Eerlijk ben. Veel te wit. Veel te wit. Het is gewoon irritant. Het brandt gewoon naar mijn ogen joh, dat witte. Staaf jongens. We moeten daarheen. Die G11 is echt chill joh in singleplayer. Dat is niet te zuinig. Hetzelfde als de val, die is hier automatisch, maar een single of een multiplayer is die semi. Nee. Jawel. Volgens mij. Gewoon single shot. Laten we het aanbouwen. Is makkelijker. Dit is toch ook het raarste gebouw ooit. Geef nou even toe. Dit is echt het raarste gebouw ooit. Welk gebouw is nou zo belachelijk hoog met zo'n plek ertussen? Toch geen enkele. Dat is echt gewoon belachelijk. Maar we gaan even met de Kipara's dual wield. Oké, okay, dat was geen goed plan. Om met de Kipara's dual wield. Zet dit met G11, dat gaat prima. Switchen naar Kipara's dual wield, gaan we gelijk dood. Jongen, god op. Hoppa. Die. We gaan gewoon doorrennen. Doei, mooie. Zo, laat mijn... Hulpjes maar even wat gaan doen. Zij rennen wel gewoon door namelijk en gaan toch nooit dood. Zoals je ziet. Hier kun je niet opspringen, is geblokt. Oeh. Niet leef. Dood jij. Oké, okay, keep out of the wild. Hier, eet jij ook maar een granaat. Flashbangs volgens mij. Yep. Oké, okay, G11 maar weer dan. Want die Kipara's, daar hebben we vrij weinig aan. Hij steekt door de muur heen. Hallo. Muurman. Goed zo.
Scheef, scheef, scheef. Down the point, go. En nou opeens krijgen zij er... Ze zijn dood half. Down the pipe. Hoppa. Gaan we dan. Oeh, spannend. Oh kijk, allemaal kabel. Move it, Weaver. Piet Piraat doorlopen. Zijn er nog. No problem. I got him. Kiparis, bitch. Inderdaad. Oh ja, we krijgen nou zo'n rook volgens mij. Kiparis was toch niet zo chill. Ik pak een dragon off, wat ik ook absoluut niet chill vind. Maar die is infrared. Die is fucking handig. Dit is een mooie infrared, vind ik. Zo met blauwe. Dit is best wel leuk. Leuk kleurtjes. Daar moeten we helemaal langs. We gaan glijden. Een glijbaan. Glijbaan! Wee! En dan komen daar allemaal raven en zo. Dan gaan we ons hier verstoppen. Dat is toch slim? Zijn jullie al dood? Ja. Dan komt er een helikopter aan. Dan moeten we hier door. Aha. Boom. In. I'll clean up my own mess. Laughs. 3, 2, 1. Oh. Ik wou aftellen. Niet leuk. Ik wou aftellen, Clark. Maar die helikopter die, kijk, die plant zichzelf daarin. En vervolgens daar. See? This way. Told you. Dan moeten we helemaal hier naar beneden. Hier door het balkon. Balkon hier aan de left. Dan wordt er allemaal geschoten. Dan schieten wij er doorheen. Dan zijn jullie allemaal dood. Nou, dat was maar één. En ik ga even mijn dragon off switchen voor de Kiparis met extended mag die ik hier zag liggen. Deze even reloaden. Goedemorgen. In zijn poten. Oh. Wie de fuck? What the fuck? Waar was die andere dude dan? Clark? Waar is Weaver? Violet Weaver, waar was jij? Staff. Nou, dat was die. Die is dood. Hier. Eetgranaten, jij staat er. Fallow Weaver, jij komt voor mij niet. Niet lief. Maar weet ik dat je maar één oog hebt en alles iets minder ziet waarschijnlijk, maar... Oh, hallo. Kom ook even voor mij gesprongen. Vliegtuigen! Hoppa, aan de andere kant weer. Oh ja, aquarium. Kijk, is dat niet mooi. Dan gaat al het water uit het aquarium. De Chinees zal niet blij zijn. Oké, okay, loop me vooruit. Dank u. Nou moeten we ons hier defenden. We gaan even een RPG pakken. Maar volgens mij komen ze hier met een heli gedropt namelijk. Ik wil geen paas doen, wil dat ik net op PSG is een rare sniper. Echt een rare sniper. En een Grim Reaper. Oh, dat is nog beter. Waar is de Grim Reaper daar? Oeps, iets te dichtbij misschien. Domme. Domme. Dat is iets te dichtbij. Ietsje maar. Zo. Dus ik zie iemand zichzelf aan het killen, hoor. Fucking hell. De PSG is namelijk deze sniper. Vind ik niet echt chill. Ik heb liever geld. Zonder powerscope. Oké. Okay. Toch de Grim Reaper vast. Oh oh.
Niet lief! Ik kan hier niet pronen. Mooi, doorlopen. Just one more leap of faith. Daar gaan we dan. Hop. Hop. Jump! En dat gaat goed, behalve Clark. Dat zal ik je nu al vertellen. I'm sleeping, Weaver. Clark. Ja, de numbers. Dit is de numbers. They are key too. Bam! To hersenstukjes. Ze zijn de sleutel tot een hotelbord. Chinees in de Indische restaurant Katman. Oké, okay, Weaver. Inderdaad, let's go! Hij moet naar beneden. Dat is ook nog belangrijk. Ze moeten een beetje rondrennen. Oh. Ze komen door een dichte ruit. Ik weet niet hoe. Hij kijkt toch sad. Oh. Zielig. Oké, nou kijk je niet meer zo sad. Ik had het andere oog nog. Zo, nou ziet hij niks meer. Oh. Dat was heel iets te enthousiast misschien. Oh, we zijn beneden. Hier moet Clark dan liggen, maar die zie je niet liggen volgens mij. Kijk, dat hielp altijd nog iets. Die mensen hielpen ons. Lieve meneer. Maar Clark ligt hier niet. Dat is het mooie. Nee, we lopen daar ineens naartoe. We lopen gewoon de andere kant op. His name is Steiner. We're going to Russia. Mount Yamantu. Yamanta. Yamanta. Dus we moeten Steiner gaan halen. En Reznov zei altijd: Dragovich, Kravchenko, Steiner, they must all die. En we zijn nog steeds verkouden, dus. Ik moet niet als de raar stemmetje gaan doen, want dan krijg je dat. Maar in ieder geval, dat zei hij ook een keer. Dus Steiner is de eerste die we dood gaan maken. Clark rate No. 6, a nerve toxin that can rupture a body in seconds. Kravchenko tested in Vietnam. On them, on us, on his own. He didn't care. Kravchenko. Okay. Dat is niet lief. We zagen wat beelden. Wat rare speciebeelden. Forkuta. Reznov told me at Forkuta. Listen to me. Far away. Yep. Stein en Kravchenko. All must die. Dat zei ik al. Inderdaad, they told me what they did. What kind of men they were. Oftewel, we gaan als Viktor Reznov spelen. Maar we gaan als Viktor Reznov spelen. In de volgende part. Het is een hele vette missie. Met veel COD 5 elementen. Dus ja, daar heb ik zin in. Maar dat gaan we dus doen in de volgende part. Laters.